Panasonic heeft een nieuwe camera aangekondigd, een full-frame systeemcamera wederom, de Lumix S5. En eigenlijk volgens de specs, als je die ziet, dan is het een soort S1 camera die ze eerder hebben uitgebracht, maar dan compacter en kleiner. Dus heel benieuwd. We hebben hem vandaag binnengekregen op de redactie en we mogen hem vast uitpakken. Dus dat gaan we ook meteen doen. De camera heeft dus, net zoals de S1, een 24 megapixel sensor. En nou, er zitten boekjes in. Even kijken. En je ziet meteen, als je hem uitpakt, dat de body een stuk kleiner is dan de S1. En eigenlijk wat meer lijkt op een Sony A7 III of een Nikon Z6 of de Canon EOS R. Dus dat is echt een heel verschil. De lens die je erbij kan krijgen in een kit is deze keer de 20-60mm. En 20mm geeft net wat meer groothoek, dus dat is wel interessant. Normaal gesproken heb je een 24 of een 28mm als kit. Dus dit is net iets meer wide angle af en toe. Is voor vloggers natuurlijk ook interessant. Maar ook als je een landschap iets wijdser wil fotograferen. Er zit een zonnekap bij. En natuurlijk de bekende stroom. Hij heeft USB-C. Je kunt hem ook gewoon aan de oplader houden. Dus je kan hem gebruiken om op te laden aan USB-C. Of je kan hem gebruiken om continu stroom te krijgen en hem dan in te zetten. Kan ook voor filmen heel handig zijn. Nou, dat is wat er in de doos zit. Hij voelt al meteen in vergelijking met de S1 een stuk kleiner. Ik merk dat de pink al eronder komt, waar bij de S1 heb je echt een grote grip die je vasthoudt. Nog steeds ligt hij wel goed in de hand. De body is ook weer van magnesium, dus hij is goed afgedicht tegen stof en vocht. Hij kan tegen een stootje. Dat merk je meteen, het is vrij robuust. De S5 is een stuk compacter en dat merk je ook in gewicht. De S1 die was 1164 gram en deze camera is 712 gram. Dat scheelt echt enorm. Nou, zeker als je dus deze lichte body combineert met nu een lichte lens, dan heb je een hele compacte kit bij je. En dat kan handig zijn voor op reis of als je maar één camera en één lens kan meenemen. Nou, er zijn ook wel wat verschillen met de S1, want de beeldstabilisatie die is in de S1 7 stops, tot 7 stops in combinatie met een objectief. Hier is dat tot 6,5, dus dat is iets minder. De zoeker is ook iets mindere resolutie, maar daardoor is het dus allemaal wat compacter. Dat zijn de concessies die Panasonic moest doen om de body kleiner te krijgen. Interessant aan de camera is dat je ook twee SD-kaartsloten hebt. Dus in tegenstelling tot de S1, daar had je een XQD-slot en een SD-kaartslot. Nu heb je gewoon twee SD-kaartsloten. Heel belangrijk voor filmers en vloggers is dat het scherm uitklapt, maar ook kantelt. Het is echt een volledig kantelbaar scherm. Dat is voor vloggers interessant, maar in heel veel situaties, ook voor fotografen natuurlijk, heel relevant om makkelijk het scherm te kunnen kantelen tijdens het fotograferen. Om de camera kleiner te krijgen was er ook een kleinere accu nodig. Dus deze is de helft van een S1 accu. We weten nog niet hoe lang die meegaat, dat moeten we nog testen. Dat kun je lezen in onze uiteindelijke review. Maar die is dus een stuk kleiner en lichter. Niet alleen de accu is kleiner, ook de HDMI-poort is kleiner dan een volle HDMI die je hebt op de S1 of andere Panasonic camera's. De vergelijking, we hebben de S1 er even bij gepakt en dan zie je pas echt hoeveel kleiner deze camera is qua afmetingen. Ze hebben natuurlijk het LCD-scherm op de bovenkant weggelaten, waardoor je ook een wat dunnere body krijgt. Opnameknop zit nu bovenop, ook voor video, waarmee Panasonic echt zegt, dit is een hybride foto-videocamera. Intern kan die 4K met 60 beelden per seconde met een limiet van 30 minuten en de belofte om niet overhit te raken. Daar zijn we heel benieuwd naar in de review. De camera kan 4K met 30 beelden per seconde zonder tijdslimiet, dus dan blijft hij oneindig doorfilmen. Daarnaast heeft de camera een aantal slow motion opties. Je kunt full HD tot 180 frames per seconde filmen. Maar ook interessant, je kunt intern timelapses maken met 1 beeld per seconde. Dus dan maakt de camera zelf een timelapse, ook weer in 4K resolutie. We hebben hier te maken met een full frame sensor, dus we verwachten dat de prestaties bij weinig licht ook erg goed zijn, maar dat moet ook uit de review nog blijken. Een kritiekpunt bij veel Panasonic camera's, dat was de autofocus. Die is niet altijd accuraat en af en toe weet hij het niet helemaal te vinden. Hij werkt met contrast autofocus. Nou, dat hebben ze ook in deze camera verbeterd. Niet op hardware gebied, maar vooral op software gebied. De camera die
kijkt beter naar het onderwerp, herkent ogen beter, herkent gezichten nog beter en gaat slimmer om met de scherpstelling zelf. Als een onderwerp draait en wegkijkt van de camera, dan blijft hij deze keer op het onderwerp en gaat hij niet naar het volgende oog wat hij dan herkent. Dus hij is wat steadier als het goed is met de onderwerpen en die scherp in beeld houden. Maar dat doet hij dus op basis van software en niet per se op nieuwe hardware die is toegevoegd. Dat zou betere prestaties moeten opleveren. Zeker wat betreft video, bijvoorbeeld tijdens het vloggen of bij het filmen van snel bewegende onderwerpen. De S5 heeft dezelfde full-frame L-mount als de S1 camera's. Dat betekent dat je daar alle full-frame Panasonic objectieven op kunt zetten, maar ook die van Leica en ook de Sigma-lijn. Dus dat is bij veel fotografen ook heel populair. En dat betekent dat je met deze camera al best wel een groot lensaanbod tot je beschikking hebt. De S5 wordt beschikbaar voor €1.999 voor de body. En hij is met kit, dat is de 20 tot 60 mm, beschikbaar voor €300 meer. We hebben hier te maken met een prototype van de camera. We hebben hem dus nog niet echt kunnen testen. We weten een aantal zaken nog niet, zoals de accuduur, hoe goed de autofocus nou daadwerkelijk verbeterd is. We weten ook nog niet of de camera niet overhit raakt straks snel in 4K 60 beelden per seconde in zo'n compacte body. Eerste indruk van de ergonomie is in ieder geval goed, maar lees onze volledige review om te weten wat we van de camera vinden.